Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij weer een gloednieuw vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag 29 augustus en het is 12:59. Een momentje, die ligt lekker hier op de bank weer. Hé, ja nou? Ja. En de poesjes zijn allemaal binnen, de poesjebeesten. Daar zit er een. Daar gaat er een. En het prinsesje zit natuurlijk weer zoals normaal onder de tafel. Ja, hé? Ja. Ik was net van plan om een bakje koffie te maken. Maar dan moet ik wel door kunnen. Ja. Dus dat gaan we eventjes doen. Water opzetten. Koffie in mijn koppie. Zo. Nou zien jullie mijn koffie helemaal goed. Nou ja, pech hoor. Het is een beetje... En het licht is donker. Begrijpen jullie dat? Ik niet. Maar ja, ik ben ook maar alleen, hè. Ja. Film me dan wel op los. Maar er verstand van hebben hoe het met het licht zit, ik weet het niet. Maar dat maakt niet uit. Ik kom er zo op wel hoor. Ja, en dan ga ik zo nog even een broodje klaarmaken, want ik heb zin in wat. En ik heb lekker uitgeslapen, omdat het allemaal rotdagen achter elkaar waren voor mij. Ja, 25 augustus was mijn mannetje een anderhalf jaar weg. 28 augustus was gisteren dus Katja jarig. Allemaal rotdagen met elkaar voor mij, ja. Niet leuk. Maar ja, oké, we gaan weer vol goede moed proberen wij weer verder te gaan. En we maken vandaag weer wat leuks van, hopelijk. Maar ja, het begon net te regenen en ik weet niet eens of ze dat voorspeld hadden. Ik weet wel dat er meer zon zou komen, maar meer zon? Nou, het is donker, het is triest, het is grijs, het is bewolkt en dan regen. Noem ik niet meer zon, nee. Echt niet. Hoe is het daar bij jullie? Hebben jullie zon? Wij dus niet. Gisteren ook de hele dag bewolkt, wel warm en benauwd. Maar ergens anders in het land was blauwe hemel, blauwe lucht. Ja, prachtig mooi weer. Is niet leuk, nee, wil ik ook hebben, ja. Regen, s'nachts slecht weer, s'nachts als we slapen. Overdag mooi weer, ja. Maar ja, gebeurt niet, want het zijn allemaal regenspatjes weer op het raam. Maar oké, maakt allemaal niet uit, kan de pret niet drukken. Ik verwacht vandaag nog een mevrouw achterom van de apotheek om mijn medicatie te brengen, want die heb ik gisteren ook besteld. Want dat is ook bijna op, dus ja, dan moet je toch weer een nieuwe hebben. En die verwacht ik vandaag. Normaal kom ik op woensdag altijd brengen, dus ja, wie weet. En als die geweest is, ja, ik weet niet wat ik dan ga doen, als het dan opgeknapt is het weer. Dan kunnen we nog even omtoer gaan. Anders zit je weer binnen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Nee. En ik denk jullie ook niet. Je wil ook, ja, eruit. Ja. Maar ik heb geen regenkleding. Ook dat moet ik nog zien aan te schaffen. Jullie zitten wel droog in het huisje met die GoPro. Maar ik niet. Nee, ik wil wel regenkleding aan. Ja. Maar oké. Komt wel. Hopelijk. En dan merken we het wel. En ze zeggen geniet van jullie dag en tot vanmiddag maar weer. Ik zou zeggen doei doei. Ja, lieve vrienden, het wordt helemaal niks om even eruit te gaan. Nee, het regent, het is triest. Er is helemaal niks aan. Maar die rode rakker, ja wat denk je, die wilde natuurlijk weer uit. Die hek net binnen en hij wil er alweer uit. Nou, ga dan. Goed zo. Dat, helemaal niks aan. Dus ja, ik ga er ook niet uit. Wat moet ik er dan uit? Hé? Ja, en hij is zo lief, hè. Hij is zo geweldig lief. Jij, je bent lief, hè. Oh, goeie zie.
Ja, dat ik ga een bakje thee maken, want ik begin ook weer last van mijn maag te krijgen. Daar word je niet vrolijk van. Dus een bakje thee, wie weet zal dat wonderen doen. Ja. En dan loopt er eentje hier voor mijn deur langs te kuieren iedere keer. Daar word je ook niet vrolijk van. Oh, ik weet al wie het is. Ja, en die mag ook nog eens een keer graag lopen te gluren. Ja, oh. Weer donker, nou dan draai ik weer om. Zo. Ja, die mag ook nog eens heel, heel graag gluren. Ik moet dat ding even kantelen. Of dat wil, weet ik niet. Want het is allemaal topzwaar. Dus ja, ik weet het allemaal niet, maar het komt wel voor elkaar. Hier lopen ze. Oh, ik vind het maar ruim en zo. Foei. Nee. Nee. Foei. En mijn bril is smerig. Ah, kunnen die ook nog even schoonmaken? Hier zit wat op. Ook niet leuk. Nee, want toen zie ik bijna niks. Ze wordt weer opgehaald, denk ik, want daarom loopt ze hier heen en weer. Dan komt er of een taxi of een mini. Ja. Zo, dat staat toch wat beter, hè? Of niet dan? Tjonge, nog maar toe. En ik ben met een plaatje bezig. Een christelijk plaatje. Heel erg mooi. Ik kreeg de foto. Ik denk, daar moet het een christelijk plaatje worden. Dan moet een kruis, er moet Jezus in, er moet een kaars in, er moet een Bijbel in. Het is net zo'n, hoe noem je dat? Dat er een dominee aan de ene kant zit te prediken. Ja, wij hebben dat in de kerk niet. Een preekstoel, daar lijkt het een beetje op, maar hou op, nu! Ik doe zo het gordijn dicht, hoor! Ja, dan blijft hij aan de gang, omdat dat mens maar heen en weer loopt. Te wachten totdat ze eindelijk wordt opgehaald. Dat, ja, ik hoop dat ze gauw op wordt gehaald, want dat, hier word je niet vrolijk van, hoor. Klaar nu! Klaar, meneertje. Mijn theewater. Nou ja, koffiewater, theewater. Heet water. En dat is het toch. Lekker bakje thee. Hop. Zo. Drink bijna nooit geen thee hoor. Enkel wanneer ik zo last van die maag heb. En dan kan ik het niet allemaal tegelijk meenemen. Dus. Dan doen we het zo. Want ja, ik heb nou jullie in mijn hand. Normaal had ik het wel mee kunnen nemen. Dan gaat dat niet, hè? Nee. Maar ja. Koffiekopje laat ik gewoon staan. Wie weet dat ik straks weer wel een bakje koffie kan drinken. Maar nu neem ik lekker thee. Ik lust trouwens geen thee met de smaakjes of aardbei of wat dan ook. Dat lust ik al helemaal niet. Geef mij maar gewoon de naturel. Ja. Dus ja, ik ben met echt een heel mooi plaatje bezig. Ik hoop dat jullie het zien kunnen. Hij is echt heel mooi. Kaars of vlammetjes die worden die gaan bewegen. Ik maak ook gifplaatjes. Dus die laat ik bewegen, dus komt helemaal goed. Ja. Tot ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jouw dag. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. En wees lief voor elkaar. Ja, lieve vrienden, mijn diertjes zijn aan het eten. Die heb bijna op. Lekker licht erbij aan. Zij is al klaar, notabene. Die meneer is ook nog bezig. En nou is het haar in de gaten houden, want zij mag graag stelen. Niet bij de hond, maar wel bij haar weer. Dus ja, ik moet als scheidsrechter spelen. En ja, dan komt het wel goed. Goed, wat waars. Ja, dan moet ik toch eens even naar Karen vragen hoe ze dat doet hoor. Want ik heb er nog geen veel verstand van. Nee. Van deze nieuwe. En zo dezelfde dan ik. Ja. Ik weet niet waar al die knopjes voor zijn.
Ik film van mee en dat is Rolf. En het gaat toch verder goed af en toe. Het waren meer dan Karin ook had ik al gezien. Ja. Maar hij wordt zwaar. Even overpakken. Zo pak ik hem hier. Is het lekker, wijfie? Ja, die heeft het ook wel lekker op, hè? Ja, was het lekker, man? Ja, hé, kerel. Een potte dikkie dan. Ja, en achter de deur zit er ook eentje te smikkelen. Hé? Nou, en ik ga straks weer eten hetgene wat ik gisteren had. En dus dat is zo even opgewarmd. En dan een bakje en dan heb ik wel weer genoeg. En vanmorgen ga ik weer een stukje vlees eruit leggen, dus het komt allemaal goed. Ja, zo meteen ook even eten. Hé? Ja. Nou, ik doe het even het licht eerst uit voordat ik mijn camera om ga draaien. Zo, en dan moet ik mijn klepje omhoog halen aan deze kant. Anders zie ik mezelf niet. Zo. Hé, beestje? Ja. Nou, en daar ben ik dan. Enkel dat is ook zo donker. Ja, dan kun je nagaan. Ik het licht nou uit, want anders word ik scheel, hè. Ja. En daar heb ik geen behoefte aan. Nee. Echt niet. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Degene die net zo laat eten als ik smakelijk eten, degene die het gehad hebben, nou ja, mag het wel bekomen. Hele fijne, gezegende, liefdevolle avond gewenst. Voor later welterusten, lekker slapen, gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En namens de beestenbol en ik, zeg ik weer. Doei doei.